En ook Automatic Frisia, die is op dit ogenblik in de aanval als de paarden de bocht in gaan. Maar maakt daarbij een galoppade en is weer even zo ver terug als dat die, waar die vandaan kwam. We zijn in de laatste rechte lijn. En dit is de laatste 150 meter met een geweldig eindstrijd. Paard in tegengestelde richting, jongens. Paard in tegengestelde richting. Opgelet, paard in tegengestelde richting. We zijn op weg in de laatste meters. En het is aan de kop die nummer 5, Discovery Swish. En Discovery Swish wint het hier op de tweede plaats, Soer Beukenswijk. Ja, Bas, ze zeggen het, hè? De sport, sportspel, spanning en sensatie. Ja, dat is zeker wel van toepassing vandaan. Maar het is verstandig dat niemand hem probeert te pakken, want ze houden al die vanzelf op en nu is er niks stuk. Nee, inderdaad niet. Zag jij het incident gebeuren? Nou, het gebeurde voor me. Kijk, ze komen in elkaar en Rob trekt als het ware en neemt die vonden mee naar buiten. Daar zit ik achter en daardoor ken ik binnendoor en win ik het. Dus dat was voor jou ook nog een eng moment? Ja, zeker. Het liep goed af en voor mij loopt het heel goed af natuurlijk. Ik moet zeggen, Bas, hij verdiende het wel weer een keer. Ja, zeker is het aan te komen. In Emmeloord liep je al goed. Het zat er weer aan te komen. En ik zou zeggen, Bas, maak je ereronde. Dan gaan wij hier zo dadelijk het programma besluiten. Heren, bedankt voor jullie geweldige bijdrage. Super. RBMT, bedrijfsmakelaars. U kunt in de handen voor Bas Krebas. Hij verving Dennis Minnema achter Discovery Swiss en deed dat met succes. Stand by. Startgevallen. Paarden zijn gestart en die begint met mispassen voor UDA Renja. Als de deelnemers afgaan op de eerste bocht is het Discovery Swish die de call heeft. Discovery Swish heeft een lengtevoorsprong op Axel Cartouche. Met in het tweede spoor Wammes en daarachter dan Velten Fairytale. Die wordt geflankeerd door het Soer Beukenswijk, dat is de leidende cluster. En daarachter volgt op dit moment dan Automatic Frisia. Die wordt gevolgd door Dream of Renka en Henley. En dat zijn de paarden die op dit ogenblik dicht bij elkaar zijn. Op enige afstand volgt UDA Renja. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. En Yvonne Wagenaar gaat positie verbeteren daar waar Wammes eruit springt. Wammes springt dus weg en de leiding wordt overgenomen door Velten Fairytale. Nummer 4. Uitgeschakeld nummer 4. Zo gaan de paarden dan de ijsclubbocht in met Velten Fairytale aan de kop. Velten Fairytale heeft een lengtevoorsprong op Discovery Swish genomen. Daarachter Axel Cartouche als derde. En daarachter volgt op anderhalve lengte dan Soer Beukenswijk. Die wordt gevolgd door Automatic Frisia. En zo zijn we halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daarachter is het dan nog Dream of Renka met Henley. En weer aangesloten is UDA Renja. En de paarden gaan af op de stalbocht met Velten Fairytale. Velten Fairytale in de vermaarde geel-rode wagen. Naar kleuren, 4 aan de leiding. Op de tweede plaats Discovery Swish. En daarachter volgt op de derde plaats dan aan de binnenkant Axel Cartouche. Ik heb de indruk dat Wil Steur niet de uitschakeling heeft gehoord. Als de paarden de rechte lijn voor de tribune inkomen. Zo dadelijk hebben we dan nog een volle ronde te gaan. Met nog altijd Velten Fairytale aan de kop. Velten Fairytale heeft de leiding. Met op de tweede plaats opkomend aan de buitenkant op rijdt Henley. Henley gaat proberen de leiding. Herhaling uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4. Herhaling van de uitschakeling van Wammes. Henley zet druk op de ketel bij Velten Fairytale. In het hart van de ijsclub bocht op weg naar de overzijde. Geen meter te veel lopend aan de binnenzijde. Maar wel in de snoeker is het Discovery Swish. En daarachter is het Axel Cartouche met Soer Beukenswijk. En daarachter volgt op dit ogenblik dan Automatic Frisia. Met verder weg in het veld Dream of Renka aan de paarden naderen de laatste bocht. En als we dat doen is het Velten Fairytale die nog een neusje voorsprong heeft op Henley. En deze twee kemphalen worden dichtgevolgd door Discovery Swish. Daarachter is het dan aan de buitenzijde Soer Beukenswijk. En ook Automatic Frisia, die is op dit ogenblik in de aanval als de paarden de bocht in gaan. Maar maakt daarbij een galoppade en is weer even zo ver terug als dat die, waar die vandaan kwam. We zijn in de laatste rechte lijn. En dit is de laatste 150 meter met een geweldig eindstrijd. Paard in tegengestelde richting, jongens. Paard in tegengestelde richting. Opgelet, paard in tegengestelde richting. We zijn op weg in de laatste meters. En het is aan de kop die nummer 5, Discovery Swish. En Discovery Swish wint het hier op de tweede plaats Soer Beukenswijk. Pas op jongens, paard in tegenstander. Rijders aan de kant, loslopend paard.